Een nieuwjaarsviering erbij. Wat gebeurt er bij een hartaanval? En na lange tijd weer theater op de planken. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Met goedkeuring van de president en ondersteuning van ABOP is 31 juli dit jaar ook een nationale vrije dag. Op deze dag wordt het Javaans nieuwjaar gevierd. Nadat er tientallen petities zijn ingediend door Javaanse organisaties en de bemoeienis van de politieke partijen PL en ABOP, heeft de president ook zelf beslist dat 31 juli ook een nationale vrije dag wordt. Het is het Javaans nieuwjaar. Nou, het is al een tiental jaren geleden dat een aanvraag is gedaan door een organisatie om het Javaans nieuwjaar tot de Nationale Dag te verheffen. Het is niet gelukt. Toen heeft de politieke partij een andere aanvraag ingediend, de partij PL, dat is een jaar geleden. En met ondersteuning van onze coalitiepartner, de ABO, en daarna met goedkeuring van de president is het nu eindelijk gelukt. Het Javaans nieuwjaar komt uit de Javaanse maand Sura. Het begint dit jaar op 31 juli en eindigt op 29 augustus. Voor de mensen die het Javaans geloof Javanisme beleiden, is het een heilige maand. Hoewel het grootste deel van de Javanen in Suriname het islam en christelijk geloof beleiden, zegt de minister dat het Javaans nieuwjaar voor alle Javanen is bestemd. Maar het gaat niet om de religie. Het gaat niet om het Javanisme of om christen, het gaat om het Javaans zijn. Dus iedereen die verbonden is met de Javaanse identiteit, vroeg naar een dag om erkenning, om waardering. En dat is deze dag nu. Wat het voor mij persoonlijk betekent is een blijdschap, erkenning. Maar de anderen moeten ook laten zien dat ze blij zijn met deze dag, dat wij deze dag verdienen. Want vergeet niet, de Javanen zijn een wezenlijk onderdeel van Suriname, hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan de opbouw van Suriname en zullen dat in de toekomst ook doen. Op de vraag of er niet te veel nationale vrije dagen zijn, gaf de minister als antwoord. Nou, ik vind dat de nationale vrije dagen belangrijk zijn voor de natievorming. Natuurlijk moet er niet te veel zijn, maar we kunnen dat ook niet altijd gebruiken, want Trinidad heeft meer nationale vrijdagen als ons, maar hun economie loopt beter. Maar belangrijk is dat er het onderdeel is van de natievorming en dat de mensen die waarvan zeggen wij willen erkenning, wij willen waardering, dat zo'n dag voor hen belangrijk is. Wereldwijd gaan ongeveer 7 miljoen mensen jaarlijks dood aan een hartaanval. Het is daarom bekend als een van de dodelijkste ziekten. Maar wat veroorzaakt een hartaanval? Ons hart heeft zuurstof nodig om goed te kunnen functioneren. Maar bij een hartaanval is er een tekort aan zuurstof. Ongezonde vetten blijven plakken aan de binnenkant van de bloedvaten. Deze bloedvaten vervoeren bloedrijk aan zuurstof. De geplakte vetten blijven groeien naarmate je ouder wordt. Ze worden soms dik of hard en vormen een blokkade. Als een van deze geplakte vetten breekt, ontstaat er een bloedprop in het bloedvat. Het gevolg hiervan is dat er geen zuurstof en bloed meer stroomt naar het hart. De bloedcellen gaan dan dood. In zo'n geval kan het hart niet voldoende bloed meer pompen en ook je hartslag gaat dan achteruit. Het belangrijkste symptoom is hartpijn. Dat komt doordat de hartspieren niet voldoende zuurstof krijgen. Het voelt aan alsof je gedrukt wordt. Dit kan overlopen naar de linkerarm, de kaak, rug of onderbuik. Maar ook misselijkheid of kortademigheid zijn enkele symptomen. Bij vrouwen en oudere mensen raken ze meestal snel vermoeid of zwak. Maar bij mensen met bijvoorbeeld suikerziekte treden er meestal geen symptomen op. Dat is supergevaarlijk. Als je denkt dat iemand in jouw buurt een hartaanval krijgt, is het belangrijk gelijk te helpen. Bel meteen de ambulance of de politie. Door middel van een onderzoek kan de dokter vastleggen hoe serieus de hartaanval is. Na zo'n onderzoek krijgt de patiënt medicatie. Deze medicatie zal ervoor zorgen dat de bloedstroom weer op gang komt. Ook kunnen verschillende operaties ervoor zorgen dat de verstopping verholpen wordt. Het wordt geadviseerd regelmatig te sporten om gezond te blijven. Vermijd vooral te veel suiker en ongezonde vetten.
Eet vooral veel groenten, fruit, kip, vis, granen en noten. Hartaanvallen komen veel voor, maar je kan ze nog steeds vermijden. Met gezonde voeding, sport, rust en blijdschap hou jij je hart gezond en blij. Zang, drama en veel repetitieoefeningen. In het weekend van 21 mei was er een mini-theaterfestival bij On Stage. Een opluchting voor tientallen oude en nieuwe dramastudenten die na bijna 2 jaar weer mogen optreden. Na lange tijd weer drama op het podium. Het On Stage Mini Theater Festival vond in het weekend van 21 mei plaats. Het gaf de dramastudenten van de On Stage Theaterschool, die tussen de 6 en 16 jaar zijn, de kans om te laten zien wat ze kunnen. Vandaag hebben we de generale van onze Mini Theater Festival. We zijn de afgelopen weken bezig geweest met toneelstukken. Er zijn 4 van onze klassen die gaan optreden dit weekend. En we hebben het eigenlijk gecombineerd. 4 shows in 1 middag, dus een mini theaterfestival. Dus onderwerpen kiezen de kinderen zelf. We bespreken het altijd. En aan de hand van wat zij graag willen, gaan wij dan dus een toneelstuk maken. En voor alle 4 groepen is het iets anders. Bij de eentje is de boodschap eigenlijk het beste maken uit elke situatie. Dus maakt niet uit hoe vervelend iets in het leven mag gaan. Maar dat je leert om altijd het beste ervan te maken. Dat is bijvoorbeeld een van de boodschappen van een van de toneelstukken. En eentje is ook natuurlijk van een van de jongeren. De boodschap is eigenlijk genieten van je jeugd nu en in het moment zijn. Want later komen er misschien zoveel andere dingen. Dus geniet gewoon van het hier en het nu. En geniet van jong zijn. You look amazing tonight. You are too kind. So tell me, how does it feel to be at Twilight Fashion? It feels amazing. Everybody is shining. You have a new movie coming up. Yes, the new Spider-Man movie. How does it feel to be at the next Tom Holland? It's amazing. He's so talented. He's my celebrity crush. Don't worry, Zendaya. It's totally professional. He is a cutie. So, eigenlijk als het ware is hun examen, dus een eindpresentatie. Dus eigenlijk doen ze hun eindpresentatie en krijgen ze achteraf dan een certificaat dat ze het behaald hebben. En het is ook leuk voor hun, want ze volgen hier lessen. Dus uiteindelijk, wat leren ze dan? Dat kunnen ze dan laten zien aan familie en vrienden en bezoekers die willen komen kijken. De dinsdag A-groep heb je al in oefening gezien. Na repetitie komt optreden. Tumor heeft en dan omdat ze zo verdrietig is, gaat ze dan in dans. Het is best wel heftig. Wat was de boodschap eigenlijk? Dat wel, soms gebeuren er slechte dingen in zijn leven, dus nu moet je je leven enjoyen. Zit de volgende filmster in deze groep kinderen of kijk die juist naar dit item? Je weet maar nooit. En dat was het voor het Jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Sribi Shwiti, Missie Tamara. Doei doei.